Ja, mijn portemonnee is gestolen. Een hele goede middag, lieve mensen. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Of ja, vlog, wat het ook is. Jullie denken misschien, ik zie jullie al kijken. In de titel staat vakantievlog. Wat nou, ook niet vakantievlog? Het is toch helemaal geen vakantie? Nee, dat klopt. Maar voor mij een soort van wel. Mijn moeder die moet naar Spanje toe voor een cursus daar. En wij gaan met de hele familie mee. Dus ik ben dadelijk met opa, oma, mijn nicht en mijn vader en moeder en mijn zus natuurlijk. Fiantjes gaat ook mee. En we gaan dadelijk naar het vliegveld. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb mijn koffer al gepakt. Of ja, koffer, rugzak. Ik moest deze even meenemen, want mijn andere was te klein. Met schooltas, dus ik moest deze meenemen. We gaan dus zo naar het vliegveld. En ik heb dit aangetrokken. Even een leuk outfitje voor het vliegveld. Ik heb deze trui met een leeuw erachter. En deze flarebroek. Met een fanny pack. Dus dat is helemaal top. Ik heb best wel veel zin om weer te gaan vliegen. Het is lang geleden. Dus ja, het wordt helemaal leuk denk ik. Ik ga nu even mijn toilettas inpakken. En dan zijn we denk ik bijna klaar. Dan gaan we zo naar het vliegveld. Fiona heeft er ook helemaal zin in. Wauw, jouw kamer is echt een troep. Oké, we zijn op het vliegveld. Oh, Stefan. Ja, we zijn er. Het licht is gewoon uitgevallen. We zijn geland. Ik heb het gevoel dat het best wel lang duurde, maar ja, we lopen nu naar de metro, want we gaan met de metro en dan gaan we naar ons huisje, appartement, ik weet niet wat het is. En ja. Ik ga niet geef mijn dochter. Nou, Shine, we zijn net met de metro hier naartoe gekomen. Sorry dat ik een beetje raar praat, maar mijn oor zit dicht. Nog steeds van het vliegen. Maar, oh, oeps. Maar mijn zuster is er ook weer bij. En er zit gewoon drie minuten afstand van ons appartement een McDonald's. Dus ja, we gaan nu naar het appartement. Ik heb er heel veel zin in. Ja. En ik ga echt een warme douche nemen of zo. En Fiona en ik gaan zo even een supermarkt zoeken wat ik heb honger. Avondeten gehaald. Of ja, het is maar wat je avondeten noemt. McDonald's! Ja, nou we hebben... Zo, we hebben nog honger. Dus we gaan even met mama en Fiona. We gaan even naar de tand. We zijn weer back jongens. En we hebben weer een nieuwe lading eten gekocht. Ik heb een frappuccino. Een hele goede morgen, lieve mensen. Ja, gisteren was ik pas om 10:30 nog McDonald's aan het eten. Dus dat werd een beetje laat. Het is nu onderhand iets van 11:00 of zo. Oké, je kan me echt niet horen. Nou, het is iets van 11:00 of zo. En we gaan dadelijk naar een museum. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik zal mijn outfit trouwens ook nog even laten zien. Ik heb deze trui van de Zara aan. Dit rokje van Scotch & Soda met een panty. En deze schoenen laarsjes van Fingino. Dus dat is de outfit for today. Mijn moeder is intussen al heel lang weg. En wij gaan zo naar het museum, toch papa? Mm-hmm. Hoe heet dat museum waar we dadelijk naartoe gaan? Prado. Prado. Nou, ik weet niet wat we gaan zien. Er is dus gewoon... We hebben dus... Papa heeft dus oranje... Ja... sap gehaald en het is zo'n felle kleur. Het lijkt gewoon echt op schoonmaakmiddel of zo. We hebben net lekker ontbeten, lekker broodje. We zijn dus aangekomen bij het Prado Museum. Kijk, dat is het volgens mij. Hè, zuster? En ik heb er zin in, joh! We staan boven
bovenop het gebouw. Ja. Dit is het uitzicht en dit is het gebouw. Dus helemaal leuk, helemaal leuk. Oh, helemaal leuk. Trappetje. Dus ja, ik ben benieuwd wat we gaan zien. We hebben net kaartjes gekocht, dus dat komt helemaal top. Ik mag alleen niet meer filmen, dus. Oh, let's see. We zijn dus vanuit het museum. Ik moet een beetje hard praten, maar het is super lekker weer. Het is echt iets van 18, 19 graden of zo. Dus het zonnetje schijnt lekker. En we gaan eventjes lunchen. Want het is onderhand al bijna 2:30. Dus we gaan even een plekje zoeken om lekker te lunchen. We gaan nu naar het centrum, want ik wil shoppen. Jongens, papa is dronken. Hij heeft te veel wijn op. Ja, Spaanse wijn. Hij is helemaal de weg kwijt nu. Ik weet niet waar we zijn in Madrid. Nee, nee. Het is gewoon Ila. Het is gewoon. Wat had ik nou? Wie heeft hier nou wijn gedronken? Ja, dat heb ik. Ja? Zo kan het dus. Ik ga stuk. Volgens mij zagen jullie het ook, maar er kwam opeens een random vrouw met een takje naar mij toe lopen. Oké. Okay. We zitten dus in het centrum. En we hebben het dus gewinkeld een beetje. En we waren net bij Stradivarius. En oma's portemonnee is gestolen. Of na ijs weer teruggelegd. Maar ze hebben al haar geld eruit gehaald. En er zat €700 in. €700. Allemaal weg. Voedsel. Dus dat is een beetje stom. Nou ja, heel erg. Dus het gaat helemaal top hier in Spanje. Een hele goede morgen, lieve mensen. We zijn er weer. We gaan vandaag weer hele leuke dingen doen. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb, je kan het niet zo goed zien. Hier dan. Ik heb een leren jasje aan met de Nick en ik jurkje. En ik heb witte gimpen. Ik weet niet waarom dit mooi is, vies eigenlijk, maar... tempel. En ja, ik lijk echt een wit hoofd zo. Zo is een big gammon. En de one with skipping. Wow! We zijn weer op stap. En ik heb net bij een snoepwinkel zo'n dus nerd rope gehaald. Oh nee, wacht. Dus die gaan we vanavond even opeten. Sorry jongens, ik kon me echt niet weer houden, maar ik ga hem toch eten. Ik ga hem even openmaken. Nou, ik heb een stukje jongens. Wow, dat is wel lekker. Nou. Heel zuur. We hebben dus churros, kijk, en dan moet je dan zo dippen in chocola. Super lekker. Er staat helemaal niet zo'n lange rij. Als hij bestelt en achteraan sluit, is hij zo binnen. Hoe heet deze? Goed. We waren dus net even bij een winkeltje geweest. En ik ga dus carnaval vieren binnenkort. En ik had eigenlijk heel veel setjes gekocht via Shine. Die heb ik besteld. Alleen ja,
ik miste nog iets. Want ik had zeg maar zo'n fishnet panty met van die gaatjes. En een kort broekje. Alleen ik miste gewoon echt een t-shirt. En ik zat te denken aan een heel fel t-shirt. Dus ik kom daar die winkel binnen. Ik zie gewoon een vet Tyers t-shirt. Ik bedoel, hoe gaaf. Hij is echt gewoon super cool natuurlijk. Hè? En we waren net bij de Douglas geweest. Omdat ik, ja, ik ben niet waar gewoon bij de Douglas geweest. We hebben even weer een McDonald's schaal. Is hij mooi? De mascara? Ja. Ja. Nou, we hebben weer een maaltijd. Ik heb een frappé, mokka en een bucket hamburger. Papa heeft lekker salade. Gezond toe bij McDonald's. Denk eraan, kinders. Altijd gezond blijven. Nou, we zijn klaar met eten. De dametjes gaan weer op stap. De graf, joh, ik heb skitta. Nou ja, morgen gaan we alweer terugvliegen. Ik ben in Steffi's kamer nou. Maar ja, kijk, ik had deze net voor Steffi gekocht. Zo'n snoepjes ding. En ik heb voor mezelf ook wat snoepjes gehad. En we hebben allemaal voor carnaval zo'n zonnebril gekocht. En maar ik heb dan eentje met Happy Beer Day. Bij Fiona bedoel ik. Dus ja, ik ga afsluiten voor vandaag. Want ik ben een beetje moe. Het is al 9:30. Dus ik ga even douchen en omkleden. En dan zie ik jullie morgen. Oh mijn god, ik heb een twin. Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is alweer zondag. De tijd gaat zo snel. Ik sta weer op het balkon. Heerlijk weer vandaag. Ik heb weer mijn vliegoutfit aan. Want we vliegen natuurlijk vandaag weer terug. Heel jammer. Maar ja. Het gewone leven gaat ze ook gewoon door, Remus. Nou, Naomi heeft weer haar tasje met mijn concure en mijn flarebroek. Yo. Dus dat komt helemaal goed. Gisteren had ik nog verteld dat we naar de supermarkt en naar de McDonald's zijn geweest. Ik had nog dit gehaald bij de supermarkt. Nee, ik heb dit eigenlijk niet. Mijn haar gaat echt goed vandaag. Nou, hoe dan ook. We zijn dus nu even lekker aan het inpakken. Heel jammer. Ik vind het uitpakken altijd veel leuker. Want ja. Hè, en we moeten dit mooie huisje hier verlaten. Oh, dit staat mij wel heel erg, jongens. Ja, dat gaat helemaal. Oké, ik ben heel klunzig. Happy birthday. Als ik denk ik zo met carnaval binnenkom, word ik meteen weggestuurd. Helaas, pindakaas. En met de metro van de Acacias, dat is de plek die hier, dat is deze plek. En dan gaan we naar de airport. En dan vliegen we weer terug naar huis. Oh, wat deed ik? Dit is echt niet, dit is vliegen. Nee, maar dan vliegen we weer terug naar huis. Het was een heel leuk weekend, maar ik ga natuurlijk nog niet afsluiten, want we gaan nog naar huis. We moeten naar de andere metro. Er is stress aanwezig. Ik ga jullie dadelijk zien in het vliegtuig, want volgens mij vinden ze het niet zo fijn als ik ga filmen. Omdat we een beetje in stress zijn en we zijn te laat. Dus ik zie jullie zo, mensen. TikTok aan het opnemen. Dat is heel awkward. Nou, na een heftig potje vliegen zijn we eindelijk thuis. En met heftig potje bedoel ik, omdat het dus heel hard waait hier in Nederland, was de landing heel slecht. Ik dacht echt, we gaan eraan. Dit is het, we zijn dood of zo. Ja, klinkt heel dom, maar ik dacht het echt. En iedereen zat echt met spanning. Op een gegeven moment wij landen en iedereen juichen en klappen. Echt niet normaal. Ik was helemaal zenuwachtig gewoon ervan geworden. Maar ja, we zijn weer in Nederland. Papa en mama zijn nu de auto halen en dan gaan we lekker naar huis. Eerst gaan we Fatih ophalen. Feetje.
Want die hebben we natuurlijk weggebracht naar de pas. Omdat wij natuurlijk op vakantie gingen. Dus. Hondje is er weer. Ze was zo blij om ons te zien. En onze vakantie is alweer afgelopen. Jammer maar helaas. Nou, het gewone leven gaat weer beginnen.